Dat je dan samenwoont, notabene getrouwd bent, en je man pas weer buitenshuis ergens tegenkomt. Nog wat gehoord van onze grote vriend? Nee. Jij? Ik heb zijn laptop en zijn telefoon laten hacken. Hij wilde naar L.A., maar heeft het omgeboekt naar Vancouver onder een valse naam. Maar dat is dus niet gelukt. L.A., ja. Hij schijnt daar met Janine naartoe te willen om zich te laten behandelen voor een hersentumor. Een hersentumor? Ja, ik vermoed dat dat ook niet waar is. Nou, dat lijkt mij niet, nee. Nee, het is een heel verhaal om Janine mee te krijgen. Gelooft zij dat? Ja. Heb je het er niet met haar over gehad? Dat heeft geen enkele zin. Ze luistert toch niet naar mij. Ze luistert niet naar Nina, maar goed. Het is geen issue meer, want ze gaat niet naar L.A. Lucas wordt vader. Leon houdt er in de gaten, want mocht ze met hem willen afreizen, dan houdt hij haar desnoods tegen haar zin in hier. Een hersentumor? Tja. Hoe verzin je het? Laten we hopen dat het niet kwaadaardig is. Hm? Ik dacht dat je blij zou zijn dat er allerlei opties zijn. Ik begrijp ook eerlijk gezegd niet dat jouw oncoloog je dat niet meteen verteld heeft. Gaat het niet om. Je zou je mond houden. Ik laat me niet voor niets in een ander ziekenhuis behandelen dan waar ik werk. Ja, nou, weet je, misschien moet je dat idee eens langzaam laten varen. Dat niemand het mag weten. Het is niet aan jou om met anderen over mijn ziekte te praten. Sorry. Sorry. Ik snap dat je het goed bedoelt. Maar ik ben er nog niet aan toe. Hoezo niet? Je was bereid om er meteen voor naar L.A. te gaan. Dat voelt nu heel erg als vluchten. Vluchten? Hoezo? Waarvoor? Nou, voor de realiteit. Dat je ziek bent en daar bang voor bent. Maar dat betekent toch niet dat je gezichtsverlies leidt? Ga je nou mijn therapeut uithangen? Nou, als jij jezelf nu zou kunnen zien, dan zou jij precies hetzelfde zeggen. Je hebt iets waar je voor behandeld kunt worden en niemand mag het weten. En je reageert alsof ik je publiekelijk aan de schandpaal nagel, terwijl ik je naam niet eens genoemd heb. Je zou het voor jezelf en voor je omgeving trouwens een stuk gemakkelijker maken als je er niet zo vaag over deed. Vaag? Beweer je nou dat ik aan het liegen ben? Dat ik niet ziek ben? Dat zeg ik toch helemaal niet? Nee, ik zie het je denken. Ik moet mij in allerlei bochten wringen voor iedereen. En mijn naaste omgeving begint daar vraagtekens bij te zetten, ja. En wat dan nog? Nou, het zou een stuk makkelijker voor me zijn als ik ze gewoon zou kunnen vertellen dat jij ziek bent. En dat ik ze bijvoorbeeld PET-scans of MRI-scans uitslagen zou kunnen. Oh, en wie zou ik daarmee overtuigen? Jouw dierbare of jou? Je draait. Ik hou daar niet van. Ik heb het gevoel dat jij mij niet de steun kunt geven die ik op dit moment nodig heb. Ik heb die tumor nou eenmaal. En als jij er niet mee kan dealen, dan zie ik geen toekomst meer voor ons.